Hallo iedereen en welkom terug bij een nieuwe video op het kanaal. Ik ben echt zojuist het politieteam binnengekomen. En we krijgen gelijk een melding van een overval op de juwelier. Dus daar gaan wij gelijk naartoe. Ik laat mijn lampje nog even uit. En wij rijden vandaag in de RS6. Nee, de A6 Avant. Wat wil ik nou weer dan? En we gaan je zien als we bij de juwelier zijn. One eternity later. En we zijn bij de juwelier. En het alarm is juist gestopt met. Met, met ringel, ringel. Uh, maar ja, de persoon is al lang gevlogen. Dus uh, wij gaan weer een retour. Tot de volgende melding. Meanwhile, Er is een venningmachine geropt bij de... Ja, 100% het is die witte Lamborghini. Kan niet anders, oprecht. Het kan niet anders dat, die, dat die witte Lambo het niet is. Even kijken. 5 8 0, -0 5 8 Het is hem niet, what the fuck? Wie is het dan? Want die kwam er vol vanaf rijden. De rest van het politieteam komt ook al naar naartoe. Oh, ik word vol ongemapt. Wordt op mij ingebukt door een collega. Van wie is. Even kijken. Ja, die wil nu wegrijden. Uh, 6-5. D is niet het. Hoe de. Hoe krijg je dat dan voor elkaar om zomaar weg te komen? Oei, Nou, we gaan het zien bij de volgende melding. We hebben een persoon gevonden die nogal het is. Uh, ene Ronnie. En die gaat nu ook op. We gaan de teaser erbij pakken. Uh, wij zetten de teaser in. En we pakken wel eventjes de handcuffs, anders werkt het niet. En dan nemen wij Ronnie mee. En deze gaat lekker achter slot en grendel. One eternity later. En de persoon in de zwarte Porsche heeft zojuist de... De, de machine overvallen. En uh, wij zetten gelijk de achtervolging in. Meanwhile. En Roblox is gekreft. Wat geweldig. One eternity later. Er is een backup request. Daar zijn uh, weer... Uh... We zijn weer terug in Roblox, het werk weer. Um, ik, uh, ik graaf verder Unmarkt in de G-klasse. En uh, er is hem gevraagd om backup bij de car dealer. Dus daar gaan we even naartoe rijden. 2000 years later. Even kijken, er is een bus aan de kant gezet door het swat team lijkt wel. Even kijken. Daar wordt. Uh... Er is hier best wat gaande. Ik trek gelijk even mijn wapen voor als, er, voor als het nu echt hard gaat. Maar uh, we gaan even zien hoe uh, deze conversatie gaat aflopen. Wij gaan de bus achtervolgen. Ik weet niet precies wat ermee is, maar hij wordt gezocht door de SEC. Dus uh, het zal extreem belangrijk zijn. Uh, dat was het verhaal met de bus. 2000 years later. Er is weer om backup gevraagd. Uh, er wordt met tasers gericht op die, dat voertuig. Dus wij trekken voor de zekerheid even eens ons pistool. Het kan nu zomaar flink fout gaan. Er komt heel veel. Las Arne, stramensperren We gaan de weg dichtzetten. Dat, uh, dat klinkt als een strak plan als er, uh, als er wat gevaarlijks aan de hand is. Uh, dus we gaan met, met al deze politieagenten. Ga, gaan, we de, gaan we deze hele weg volbouwen? Dat. Oh, uh... nou, strassen is Nou, dat is een flink geluk. Er is iemand erop aan het slaan. Dus ik ga even met taser pakken. Oh joh, die, BMW, die klapt hem er ook even in. Uh, even kijken, de toolshop wordt overvallen. Dat, uh, dat vind ik net even belangrijker dan hier, uh, hier met de collega's spreken. Dus uh, ik ga onderweg naar de toolshop. 2000 years later. Even kijken, daar is ook al een. Uh, de top G wordt gethesen, jongens. Oh. Hij wordt. <laughs> Hij wordt volledig aangereden. Oi, oi, oi. Uh, hij wordt, uh, moet nu sowieso weer getaserd worden, willen we hem aanhouden. Dus ik trek mijn taser en we gaan de taser in, inzetten op onze collega. Dat werkt lekker. Uh, ja, we gaan denk ik weer terug naar de blokkade. En de blokkade is alweer weg. Uh, ik, uh, 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 dus die, uh, die neemt als enigste plaats in. Oké, okay. er staat er nog een witte auto, die wil ik eigenlijk wel even controleren. Dus dat gaan we eventjes doen. We rijden rustig langs de flitser. En daarna rijden we er even een beetje sneller naartoe. Loopt een brandweerman bij? Uh, even kijken. Uh, 43. Zijn er meer krentekenplaat met 43? Nee. Jermeo. Yeah, yeah, nou, dan gaan we eventjes, naar nou, die is niet Want. Dus we kunnen gewoon weer lekker doorrijden. Op naar de volgende melding. Ik, uh, ik word eens gelaslagen. Ik wil even kijken hoeveel XP ik heb. Want dan kan ik lekker meepraten in de chat en zo. Maar deze man die komt opeens naar me toe rennen En die gaat me even kapot slaan of zo. Ik denk, ik weet niet wat hij denkt. Maar die stoppen we eventjes achterin. En dan gaan we even kijken hoeveel XP we hebben. Wij hebben 15k. Oké. Okay. 15k plus XP. Oh, oh joh, 15k plus xp. Zo. Iemand met 17.000 xp? Maat. Doe eens even normaal. <laughs> Op naar de volgende melding. Meanwhile. We krijgen een melding dat Areas Fuel Station is overvallen, die rode Porsche. Dat is die rode Porsche. Ja, dat, die was eerst zwart. En die is nu rood. En die wil weer werkende bandjes hebben. Alleen dat accepteren wij niet. Nee, nee, nee. Jij gaat. Jouw bandjes gaan weer stuk, vriend. Jouw bandjes gaan weer stuk. <laughs> nou, wij gaan even kijken bij de fuel station. Oh, joh. Morgen staat even een auto op de rails. Uh, iedereen ze willen iedereen een aardak hebben, maar ik heb daar net die rode Audi gezien. Uh, de juwelier wordt overvallen. Wij gaan nu door naar de juwelier. One eternity later. Uh, die persoon is al lang weg. Hoe krijg je dat dan? Daar de speelt, daar speelt spelen met ons. Oh, er wordt gedenkt dat uh, die persoon spelletjes met ons aan het spelen is. Nou, dat wil ik best geloven. Uh, even kijken, alle meeting, de werd bestemd. Ze we willen nu ook de nieuwe, de nieuwe politiechef gaan bestemmen. Oh joh, dat ging opeens heel snel. Uh, nou, ik denk niet dat we die rode, de rode Porsche nog gaan, uh, gaan vinden. We hebben best wat, uh, best wat meegemaakt vandaag. We hebben best veel gezien, we hebben best wat mensen op de vingers getikt en of aangehouden. Dus... Uh...